vraag van BAM Infra aan Wavin was het leveren van een PE 710 mm buis met komenkeur. Dat was een eis vanuit de klant. Was er nog niet op deze buis, niet vanuit deze productielocatie. We hebben gezegd dat moet voorlevering, moet dat geregeld zijn. En dat was een uitdaging die Wavin heeft opgepakt om dat met het Kiwa in een hele kort tijdsbestek gewoon te realiseren. Keurig op tijd vanuit de tussenopslag, zodat we mee aan de slag konden. Nou, we staan hier op het project Randstad 380 de Noordring. Dit is een hoogspanningsverbinding voor onze opdrachtgever Tennet. En wat we hier gebruiken zijn ook weer de buizen van Wavin. En deze buizen gebruiken we als kabelbeschermbuizen in gestuurde boring. Middels een gestuurde boring kunnen we op een efficiënte manier een snelweg, een spoor of een waterweg kruisen. Nou, de eisen die we aan Wavin hebben gesteld waren in eerste instantie producteisen. Een buis met komenkeur. We wisten dat Wavin die buis wel eerder geproduceerd had, maar nog niet op productielocatie in Polen, waar deze buis vandaan zou gaan komen. En nou, daarvoor moest een heel versneld goedkeuringstraject worden opgestart met Kiwa. Daarnaast hebben we gevraagd om langere lengtes, dus om 20 meter lengtes, in het kader van de gestuurde boringen. Daarmee hoeven wij dus minder lasten te maken en op het totale kostenplaatje is dat gewoon beter. En nou, ook dat is wel spannend, omdat die toch vanuit over een grote afstand vervoerd moeten worden. Wat Wavin daarvoor heeft geregeld is dat met langere lengtes getransporteerd zijn eerst naar een tussenopslag in Hardenberg. Daar is een klein tussenvoorraadje aangelegd om vervolgens op het werk te kunnen gaan leveren. We werken eigenlijk al als BAM Infra al jarenlang samen met Wavin als raamcontractleveranciers, als focusleverancier. Op een gegeven moment hebben we die samenwerking verder uitgebouwd door ook gezamenlijk te gaan kijken naar nieuwe buismethodes of nieuwe soorten van buizen over andersoortige oplossingen in de infra. En daar hebben we elkaar als BAM en Wavin gevonden. Dat doe je vanuit meerdere onderdelen van het bedrijf, ook vanuit ons ingenieursbureau met de product development afdeling van Wavin. En er komen hele leuke producten uit. Dat is belangrijk voor ons om leveranciers om ons heen te hebben die op deze manier met ons mee kunnen denken in innovatieve oplossingen die wij weer kunnen inzetten op onze projecten.